Goedemiddag. Goedemorgen. Ik ben van de regiotelevisie. En ik maak een programma over mensen die iets bijzonders te vertellen hebben of iets bijzonders doen. Ben ik dan bij u aan het goede adres? Ik heb wel wat bijzonders, ja. Ik weet er wat bijzonders. Nou, vertel. Nou, ik organiseer samen met mijn vrouw en Gert en Hennie de Bruin, organiseer ik elk jaar de Klompentocht hier in Garderen. De Klompentocht? De Klompentocht. En wat houdt dat precies in? Nou, dat zijn mensen die worden dus uitgenodigd om op klompen mee te lopen aan een hele verrassende tocht rondom Garderen. En is dat leuk? Dat is heel erg leuk, ja. Lijkt me een beetje pijnlijk om heel lang op klompen te lopen. Ja, het is voor de beginners is het soms wel een beetje pijnlijk. De geoefende lopers, het is ongeveer 10 kilometer en die hebben daar geen moeite mee. Nee? Dus als je daaraan mee wil doen, moet je wel een beetje van het oefenen van tevoren? Ja, het is best om gewoon op tijd al een beetje elke dag een stukje op klompen te lopen. Dan heb je daar geen moeite mee. En dat doe je ook? Doe ik ook, ja. Ja? Ja, ik doe dat zelf ook. Dus voordat de Klompentocht begint, dan ga je trainen? Dan ga ik al een poosje trainen, ja. Ja, elke dag. En hoeveel kilometer loop je dan elke dag? Nou, dat is maar een paar honderd meter. Ik had vroeger een poos op klompen gelopen, dus het is voor mij niet zo'n probleem. Nee. Ik zie daar een klomp staan. Is dat de klompen waar je op loopt? Nee, dat is niet de klomp waar we op lopen. Die gebruiken wij als promotie. Ah, dat is de promotie? Ja. Dat is een grote. Hey, en hebben jullie dan ook een speciaal kostuum aan? Om, nou, ja. Wij proberen de mensen te stimuleren om zich op een mooie manier uit te dorsen. Daar geven we ook een prijs voor. Oh ja? Het beste, mooiste uitgedorste echtpaar en de mooiste klompen. Daar geven we elk jaar een prijs voor. En wat heb je zelf aan? Wij hebben zelf een soort kostuum aan. Een blouse met een spijkerbroek. En een strohoedje op, zodat je de organisatie goed herkennen kunt. Heb je die bij je nu? Die kan ik wel even aantrekken. Ja, dan wil ik wel eens even zien hoe dat eruit ziet dan. En je hoedje? Zo, nou ben je helemaal de man. Zo ziet dat eruit. Ja. En naast de klompenpad wandeltocht, loop je ook gewoon in het dagelijks leven op klompen? Nou, heel weinig. Nee? Ja, heel weinig. Gezien mijn werk heb ik altijd veiligheidsschoenen aan. En je bent een goede loper, dat zie je zo. Ja, ik kan er goed op lopen. Ja. Ja. Kan je er ook op dansen? Nee, ik kan er niet op dansen. Ik kan sowieso niet dansen, nee. Oh, nee? Nee. En iedereen kan eraan meedoen? Iedereen kan eraan meedoen. Ja, want zijn het alleen mensen uit Garderen die daarvoor komen? Nee, het zijn eigenlijk mensen uit het hele land. Vorig jaar hadden we zelfs een deelnemer van de Vierdaagse. Die had de Vierdaagse op klompen gelopen. Het lijkt me wel leuk, zo'n kloppentocht. Hoe kan ik daaraan meedoen? Nou, dan kunt u gewoon naar de site www.klompentochtgarderen.nl. En daar kunt u zich aanmelden en dan kunt u zich ook eventueel aanmelden voor de maaltijd na die tijd. En wanneer is het dan? Het is de derde zaterdag in september, altijd de derde zaterdag in september. En dit jaar is het 17 september. Oké, okay. Nou mooi. Nou, ik ga erover nadenken en wie weet loop ik mee. Nou, van harte welkom. Kom, loop zelf ook mee.